Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Je zag het aan de titel, je zag het aan de thumbnail. Het is vandaag woensdag 9 augustus als ik dit film, maar ook als ik dit upload. Aangezien dat ik straks een beetje de aankondiging op Instagram ga doen, wil ik de video ook een beetje samen uploaden. Zodat als je meer interesse hebt na het zien van de Instagramfoto, dat je tot hier kan komen. Maar dus, ja, voilà, vandaag woensdag 9 augustus. Ik heb niet online gedeeld wanneer dat onze uitgerekende datum was. Vandaag dus. 9 augustus was door de gynaecoloog gezien de uitgerekende datum. We hadden zelf het op 8-8 gehoopt. Dus in ons hoofd was de uitgerekende datum 8 augustus. Dat was dan gisteren. Met ons eerste zoontje ben ik 3 dagen over tijd gegaan. Dus ik had wel zoiets van, ik ga het sowieso tot in augustus halen. Ik heb een augustuskind. Net zoals ik vorige keer dacht dat ik een februarikind zou hebben. Dat werd dan maart. Ik dacht dat ik een augustuskind zou hebben. Het is nog juli geworden, want ons tweede zoontje heeft zich aangediend op maandag 31 juli 2023. Dat had ik helemaal niet zien aankomen. Niemand echt, omdat ik er ook echt van uitging. En ik had het tegen vrienden en familie gezegd van ja, nee, we halen sowieso augustus. Niet dus. Ik had de dag ervoor nog een vriendin gezien en ze zei van, je zit er zo gerust in. Ik zeg, ja, maar natuurlijk. Een keer duurde het allemaal zo lang, dus het zal deze keer wel oké zijn. Ik moest die maandag trouwens nog werken. Dat was mijn laatste werkdag. Is allemaal niet meer gelukt, want op maandag 31 juli ben ik dus keihard bevallen. In deze video dus de kleine update van, hey, hallo, ik ben bevallen. En ik laat zo dadelijk baby heel snel eventjes aan jullie zien. Het is zeker geen bevallingsverhaal dat ik in deze video wil gaan delen. Dat komt er later aan, I promise. Ik ben zelfs van plan om dat redelijk kort dag te gaan filmen, zodat ik zeker niks vergeten ben. Voor de rest, mijn herstel verloopt zeer vlot. Ik ben nu 9 dagen geleden bevallen en ik loop hier rond. Ik was, ik plas, ik doe hier van alles en nog wat in huis. Ik moet wel zeggen dat het een redelijk pittige kraamtijd voor mij is geweest, aangezien dat mijn vriend op professioneel vlak een beetje afwezig is moeten zijn, waardoor dat er direct een hele hoop op mijn schouders viel. Als in het zorgen voor een newborn, het zorgen voor onze peuter, die bijna 2,5 jaar is. Zelf nog herstellen van de bevalling. Bevalling is trouwens heel vlot verlopen. Praise the Lord dat dat zo is, want anders dan had ik het helemaal niet aangekund. Slaaptekort valt heel goed mee. Beter dan vorige keer zelfs. Ik slaap beter. Ik heb zelfs in het ziekenhuis beter geslapen, wat echt een wonder is. Dus qua herstel gezien ben ik echt wel oké. Ik heb vandaag ook de tijd gevonden om weer wat op te ruimen, om mij een beetje frisser te doen. Voelen of lijken. Ja, ik wou natuurlijk deze video filmen, dus dan wou ik er iets of wat goed uitzien. Dat was weer bad timing, het was etenstijd. En ik heb dus snel gevoed, maar waar zat ik met mijn verhaal? Goed, ik ga gewoon babbelen en ik zal wel zien met de edit dat het een beetje een geheel is of zo. Die bevalling die kwam er dus heel onverwacht, echt heel plots. De nacht van maandag is die in gang geschoten, zeg maar. Echt overdonderend zelfs. Het is zo snel gegaan. Enkele dagen later was ik echt nog steeds overweldigd door alles wat er op zo'n korte tijd was gebeurd. Ook het feit dat ik die maandag nog ging werken en ik had nog een hele to-do-lijst staan. Maar ook voor na mijn werk had ik nog een week voorzien om bijvoorbeeld video's te filmen. Mijn vluchtkoffertje moest nog gemaakt. Spoiler alert. We hebben 's nachts al puffend het vluchtkoffertje nog gemaakt. Oh jawel. Alle uitleg volgt natuurlijk in het bevalverhaal. Maar ja, dat is ook nog een dingetje geweest. Ik ging dat allemaal nog filmen. Ik ging nog een Q&A filmen. Ik had nog zoveel ideeën, nog zoveel plannen. Daar stak ik de kleine meneer een stokje voor. Maar ik ben nog wel van plan om bijvoorbeeld zo'n Q&A te gaan opnemen. Maar dat ga ik allemaal nog een beetje bekijken. Voorlopig staat baby natuurlijk op nummer 1, zoals het hoort. Hij doet het supergoed. De grote broer doet het trouwens ook mega goed. Ik kan niet fierder zijn dan dat ik ben op Othello. Hij doet dat echt voor zijn leeftijd en sinds dat baby thuis is. Want in het ziekenhuis was dat ze nog wel een beetje zoeken. Maar sinds dat we allemaal thuis zijn en dat we ons ritme... Het is misschien vroeg om te zeggen, want ik ben nog maar 6 dagen thuis. Maar ik durf wel te zeggen dat er een soort van ritme is. En hij past zich supergoed aan. En ook 's nachts, als we hebben wel al enkele huilnachtjes erop zitten. Die zijn wel gebeterd. Maar ik ga niet zeggen dat het al allemaal vlekkeloos is verlopen. Natuurlijk niet. Het is een newborn, dus dat verloopt niet vlekkeloos. Maar Othello doet dat echt.
Hij doet het mega goed. Ik ben zo super, super apetrots op hem. Het is niet normaal. Voor de rest, baby doet het goed. Othello doet het goed. Ik doe het goed. Nico zit nog met een beetje slaaptekort. Doordat hij dan die andere dingen aan de hand had. Ik ga zo dadelijk laten zien hoor. Maar dus ja, voor video's heb ik geen reservepotje of zo kunnen maken. Dus dat vind ik best wel jammer. Dat was wel echt het plan, het idee om te doen. Wat ik wel gedaan heb, is in het ziekenhuis mijn kraamtijd gefilmd. Eerder als dagboekje voor mezelf. Omdat ik dat van vorige keer zo snel was vergeten door het slaaptekort en door alle emoties en zo. Ik was heel die ziekenhuistijd keihard vergeten. Dus deze keer dacht ik, oké, ik ga het gewoon filmen. Eerst en vooral voor mezelf. Nu moest het zijn dat ik de beelden toch bewerk en dat ik het op YouTube plaats, dan zijn jullie de eerste om dat te zien. Maar voorlopig, ik heb het zelfs nog niet bewerkt, ik heb het nog niet bekeken, maar het zou wel kunnen dat zo'n video online komt. En verder ben ik wel zo precies een beetje van plan om weekvlogs terug aan te houden. Zeker nu dat ik ook langere tijd afwezig zal zijn op het werk. En ik wil er zo wel echt optimaal van genieten of zo. En ook het wat documenteren, zodat ik het ook niet vergeet. Dus dat zijn denkpistes waar ik over aan het nadenken ben. Maar zoals ik daarnet zei, baby komt momenteel echt wel op de eerste plaats. En alles wat dat daar daarbij komt, is een beetje bijzaak. Gepakt zijn in tijd uit zich ook in dat we nog geen doopsuiker rond hebben. We zijn nog op stickers aan het wachten. Ook zo top timing. En dat de drukker in vakantie was voor de geboortekaartjes. Dus die hebben we 9 dagen na de geboorte ook nog steeds niet. Maar Nico is onderweg om ze te gaan ophalen. Dus we verwachten ze vandaag wel hier te hebben. En ja, ook zo'n stomme timing. Het is ook vakantieperiode dus. Ja, en hier is hij dan, de ster van de show, zeg maar. Onze tweede zoontje die er best wel anders uitziet dan de newborn. De newborn fase van ons eerste zoontje. Hij heeft namelijk heel veel en heel donker haar. Hij is zo mega lief en schattig, maar hij heeft dus echt wel heel veel haar. Zijn nekhaartjes zijn echt wel lang. Het is mega fluffy, mega zacht. En helemaal niet zoals wij het ons hadden ingebeeld. Othello, die had zo echt een kiwi-kopje. Ik denk dat iedereen wel snapt wat ik daarmee bedoel. Zo echt zo'n paar sprietjes haar. Heel licht. Zo een beetje een olifantenhoofdje. Zoals olifanten zo enkele pluisjes hebben. Dat was Othello in het blond. In het redelijk wit. Het is zo onverwacht, maar ook wel leuk en speciaal. Zo is er toch wel echt een verschil tussen de twee broertjes. Maar als ik van newborn beelden naast elkaar leg, je ziet echt wel bepaalde trekjes die dan bij alle twee wel terugkomen. En ook verschillen, uiteraard. Zijn broers, het is geen één eigen tweeling, dus je gaat natuurlijk verschillen en wat gelijkenissen hebben. Maar voilà, we hebben hem wel net op een heel slaperig moment. Hij doet het supergoed. Zijn naam, ja, die zag je waarschijnlijk al op Instagram. Zijn naam is Romeo, met een accent op de E, zodat je echt wel Romeo uitspreekt. Wij vonden Romé voor een meisje een heel mooi naam. Die stond eigenlijk top of the list voor als het over meisjesnamen gaat. En we vonden het een moeilijke zoektocht om een tweede keer een jongensnaam te zoeken. Die dat dan nog eens mooi bij Othello zou passen. Heel veel mensen denken dus dat het het Shakespeare gegeven is, Othello en Romeo. Nee, het komt echt wel omdat we Romee een mooie naam vinden. En we hebben die een beetje verjongenst. Is dat een woord? We hebben die vermannelijkt door er een O aan te breien. En door het accent op de E spreken we het echt wel uit als Romeo. Voilà. Dus voilà, meet Romeo May Nobles. Hij heeft ook een tweede naam, net zoals Othello, wiens tweede naam Lion is. En voilà. Dit is ons bazeke. Hij was 52 centimeter. Het is al groter dan Othello. En 3 kilo 660. Ook zwaarder dan Othello. Zijn gewichtje zijn momenteel wat zoekende. Hij zit nog steeds onder geboortegewicht. En hij komt heel traag bij. Dus dat is het enige waarvoor dat de vroedvrouw nu frequenter langskomt. Echt om te wegen en om zijn eetschema wat te bekijken. Dat is momenteel zowat het enige waar we tegenaan lopen. We hebben enkele moeilijke nachten gehad, maar de afgelopen nacht was echt een droomnacht. Dus ik hoop dat we in die trend een beetje kunnen verder gaan. En dan zijn wij hier helemaal vertrokken. En dan denk ik dat ik hierbij ook deze bevalupdate kan gaan afsluiten. Ik loop over van liefde. Ik ben super gelukkig. Mijn kraamtranen zijn keihard uitgebleven. Ik heb 1 moeilijker momentje gehad toen Othello hem is komen bezoeken in het ziekenhuis. Maar dat was echt van ontroering en niet van de kraamtranen. Dus
Ik ben precies nog wachtend op de kraamtranen. Ik weet niet hoe dat komt. Ze zijn er nog steeds niet geweest, terwijl ik wel een redelijk emotioneel en zo nostalgisch en moeilijk afscheidnemend van persoon ben, voel ik mij deze keer echt wel oké of zo. Terwijl bij Othello was ik echt heel lang heel verdrietig en emotioneel en nu ben ik wel goed of zo. Raar. En dan ga ik hier voor de rest verder in mijn bubbeltje knuffelen, snoezen. En dan zie ik jullie heel snel terug met een volgende video. Welke dat gaat zijn, I don't know. Maar we zullen het wel zien. Tot de volgende keer. Bye!